Dag dames en heren. Het is op dit moment nog heel rustig weer in Nederland. Maar de komende 24 uur wordt het allemaal een stuk onstuimiger. In het noorden van Nederland begonnen we de dag al met een aantal buien. Die zien we duidelijk terug op de regenradar. Ze trekken van west naar oost over en af en toe zit er echt wel een pittig exemplaar tussen. Er is zelfs een klap onweer waargenomen vanmorgen vroeg. In de rest van Nederland is het nog droog. Toch kan ook daar vanmiddag wel een enkele bui tot ontwikkeling komen. Tussendoor laat af en toe de zon zich zien. Op de ene plek lukt dat wat beter dan op de andere plek. In het zuiden van Limburg is het het warmst vandaag met een graad of 14. En de zuidwestenwind zal aan zee later aantrekken tot vrij krachtig windkracht 5. En die aantrekkende wind, dat hebben we ook vanavond en vannacht. De wind die trekt verder aan. Het wordt echt een stuk onstuimiger. En het gaat regenen. Als eerste al later vanavond in het westen. Vannacht trekt die regen over het hele land. De temperatuur daalt naar zo'n 7 of 8 graden. Morgen een dag met regen, overgaand in buien. Tussendoor breekt in de loop van de dag ook af en toe de zon door. Misschien dat er wel een klap onweer bij te horen is. En de temperatuur is aan de magere kant 9 tot 11 graden. Alleen in het zuiden van Limburg zien we ook morgen weer net wat hogere temperaturen. Nou, kijken we verder vooruit, dan ziet het ernaar uit dat het voorlopig nog aan de koude kant is... met zo'n 11 tot 13 graden, met ook nog af en toe een aantal buien. Maar in het weekeinde... Dan gaan de temperaturen omhoog. Het lijkt erbij overwegend droog te worden met meer ruimte voor de zon.